Leden van de bomsquad van het Korps Politie Suriname hebben eerder op de dag handgranaten die op het erf van mediawerker Jason Pinas zijn gevonden, onschadelijk gemaakt. Vanmorgen heeft Pinas twee aan elkaar vastgeplakte granaten aangetroffen. De explosieven waren geplaatst onder een voertuig. Binnen de journalistenkringen is er geschokt gereageerd op de bedreiging. De redactie verneemt dat er al verschillende intimidatiepogingen zijn ondernomen. Sinds Pinas werd mishandeld door beveiligers van vicepresident Brunswijk en aangifte hiervan deed. Pinas werd enkele weken geleden afgeranseld voor het parlementsgebouw in bijzijn van de vicepresident en de directeur van het bureau Volkscommunicatie. Verschillende leden van de justitiële autoriteiten begaven zich eerder op het woonadres van Pinas. De bomsquad doorzocht het voertuig waaronder de explosieven zijn gevonden. Enkele vertegenwoordigers van de regering zullen zich vandaag met de Surinaamse Vereniging van Journalisten buigen over de geruchtmakende kwestie. Intussen heeft Pinas advocaat Georgette Leter in de arm genomen, die een brief heeft gestuurd naar het Openbaar Ministerie, waarin wordt gevraagd om het onderzoek voort te zetten. In de brief wordt aangegeven dat er geen genoegen wordt genomen met het aanbieden van excuses.